Maar jullie, je kan echt merken dat jullie van een andere generatie zijn. Jullie vinden dat interessant. Maar ik had dus collega's, bijvoorbeeld Paul Witteman, die vond het gewoon walgelijk dat ik mij daarin begaf. Ja. Nee, maar dat is dus niks voor mij. Mijn bewondering voor Linda de Mol is 100 keer groter geworden nadat ik zelf geprobeerd heb om een spelletje. Want jongens, dat is zo moeilijk. Ik vind Jinek toch nog wel. Ze heeft even een dipje gehad, maar ik vind haar nu weer heel erg goed. En ze liet zich te veel beïnvloeden door het feit dat op één beter scoorde dan zij, denk ik. Ik weet eigenlijk niet hoe dat nu is, maar voor mij is ze nu veel beter dan op één. Ik vind dat ze dat geweldig doen, hoor. Ja? Ja. Ja. Hoe heet hij? Renze Klamer. Ja. Die heb ik dus nog meegemaakt als iemand die net begon bij de EO. En toen dacht ik al, dit is een heel bijzonder jongen. Heel grappig. Van het begin af aan, maar dat hij het zo ver zou schoppen had ik niet gedacht, hoor.